Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe vlog. Ik hoop dat je de video leuk gaat vinden. We beginnen met een Chiquelle. Ik heb het al eerder gezegd, Chiquelle is een Zweeds merk, maar ze hebben hun distributiecentrum hier in Nederland. En dat betekent dat je je pakketje heel snel binnenkrijgt. Ik heb die van mij nu binnen 2 dagen binnengekregen. Met de code CHERISSA20 krijg je weer 20% korting op de hele collectie. En ik ga jullie nu even laten zien welke leuke items ik heb uitgezocht. Zodat je een beetje inspiratie opkomt. Nou, dit is dus de zak met alle kleding. Even openmaken. Item 1. 2. 3. En 4. Ik ga nu even laten zien hoe het eruit ziet als ik het aan heb. Oké, het eerste item is deze blouse. Zoals jullie zien moet die echt aardig gestoomd worden. Het is wel echt een hele lekkere zachte stof. Een beetje zijdeachtig. Ik draag maat S. Hij is wat lager. Wat ik op zich wel heel mooi vind. Maar ik zou hem dus wel echt op je maat bestellen. Ik heb het op een rokje aan. Nou, ik zou het er eerder in dragen dan echt erop. Vooral leuk denk ik op een broek of een broekje. Ja, dus dit is item 1. Niet heel veel meer over te vertellen. Hij heeft allemaal dit soort knoopjes. Even kijken. Leuke knoopjes. Dus dat is item 1. Nou, dit is item 2. Voor nu echt zeker te warm. Maar wel echt een hele leuke trui. Hij is one size. One size fits all. Ja, hij is wel lekker groot. Een beetje oversized. Wat ik op zich heel tof vind. Ik heb nu een rokje aan. Wait a minute. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Kijk, ik heb een rokje aan. Ik denk of zo eroverheen dat het tof is. Of erin en dan een beetje zo. Of gewoon op een leuke lange spijkerbroek. Een mooie pantalon of een kort broekje. Of bijvoorbeeld leuk over je schouders wanneer je een hemdje draagt. Hij zit lekker. Ik voel wel nog iets. Oh, dat is het kaartje. Ik wou zeggen, ik voel nog iets prikken, maar dat is zo'n plastic stukje. Nou. Ja, hij zit heel lekker. Hij kriebelt niet. Ik ben heel erg gevoelig op mijn huid. Dus als iets wol is of zo, dan kan ik het niet dragen. Maar dit zit super lekker. Hij heeft verder niet heel veel details, geloof ik. Ja, lekkere kool. Dus dat moet je leuk vinden. En that's it. Oké. Dan heb ik nog een heel leuk pak. Die ga ik ook nog even aandoen. En dit is het pak wat ik heb. Een heel lekker jogging. Ik heb maat XSS. De broek had misschien een maatje groter gekund, want dan was hij wat langer geweest. Hij is nu ja, net een beetje boven mijn knieën. Niet heel erg, maar ik hou ervan als mijn ja, joggingbroeken gewoon wat langer zijn. Hij zit wel mooi bij de booty. Dat heb je dan weer niet als je een maatje groter neemt qua broek. Dan is dit de trui. Met een beetje leuke streep details. Ook op de mouwen. Dus ja, dat is zijn items 3 en 4. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. En dan gaan we nu door naar de werkelijke vlog. Het is zondag en we zijn met Tim, Amy en Lisanne lekker aan het barbecuen. Of in ieder geval, ja, we. Oh, huh? De barbecue wordt nu opgezet, de sangria wordt gemaakt, super gezellig, de hangmat hangt. De mannen zijn bezig met de barbecue.
Zien helemaal bezweet. Het bureau waar ik jullie over vertelde is namelijk zojuist gearriveerd. Alleen ik was net te laat thuis, dus ze hebben het allemaal beneden neergezet. Dus ik moet het nu allemaal sjouwen. Dus ik heb het zo goed als, nou ja, dat ik kan naar boven getild, maar het is pleurenzwaar. Ja. Dus de rest vraag ik straks even of Anthony dat naar binnen of naar boven wil sjouwen. Eerst even wat drinken. Bloedheid. Look du jour. Wij gaan even een croissantje eten bij Le Pen. Ik heb dit leuke lookje aangedaan. Helemaal French. Dit sjouwtje kom ik ook weer tegen. Het zijn eigenlijk allemaal items die ik ineens weer tegenkom. Dat ik dacht, oh ja, die heb ik ook nog. En ik heb hele leuke dingen besteld. Laatst in de sale, want dat is nu natuurlijk. Je kan echt met 70% korting shoppen. De pakjes zijn alleen nog niet binnen. Ik dacht dat ik het nu al binnen zou hebben, dat ik het jullie al zou kunnen laten zien. Maar het is nog niet. Het is wel ook een beetje deze stijl. Dus ik denk, als je dit leuk vindt, dat je die items ook leuk gaat vinden. Wanneer ik het binnen heb, laat ik het jullie meteen zien. En nog even een close-upje van de look. Morgen gaan we mijn desk... Oké, dat is de mobiel van Anthony die aan mijn Bluetooth-box is verbonden. Morgen gaan we mijn nieuwe bureau in elkaar zetten, dus stay tuned. Heavy package, over 15 kilo's. Ja. Hij staat niet aan. Nu wel. Ik denk... Tot die? 50 kilo'tjes weet. Nee, ik denk... 37,5. Oké. Ik denk 43. Meer van deze kant. Oeh. Oh my god, jij zat er dichterbij. Nou, die had ik zelf mee naar boven kunnen tillen. Ik zit nu achter mijn bureau van Flexispot. Dit is in samenwerking ook met Flexispot. En ik ga jullie nu laten zien hoe ik hem in elkaar heb gezet. Wat alle mogelijkheden zijn. En... vooral de hele toffe feature, namelijk dat je er ook mee kan staan. Daarmee bedoel ik dat je dus staand kunt werken. Je kunt het bureau verstellen. Dus als ik nu op dit knopje druk, dan gaat hij omhoog. Zoals je kunt zien. En het gaat dus all the way up. En dan kan je staand werken, wat ik echt heel prettig vind. En dan ga ik jullie nu laten zien hoe ik hem in elkaar heb gezet samen met Anthony. John. Tallo. Het ging in elkaar zitten. Yes. Misschien zit er een hamster bij. Zo'n hamstertje die op een zo'n ding loopt. Zonnepanelen nu. Thank you.
had van tevoren eigenlijk niet opgemeten of die hier überhaupt zou passen. Ik heb het een beetje op de gok gedaan en dat heeft gelukkig goed uitgepakt. Het tafelblad, echt super mooi. Ik heb voor marmer gekozen. Echt een hele vette look. En ook een mooie achtergrond voor foto's en dat soort dingen. Wij gaan nu deze bevestigen aan dat ding. En dan staat er al een soort van begin van een bureau. Je kunt het niet zien, maar ik heb een beetje een zweetlip. Het is echt super warm. Maar we zijn nog goed op weg. Nu nog even gepeel met dit ding om alle kabeltjes weg te werken. Nou, hij zit vast. Het moment dat we hem om gaan draaien. Heel nice. Wat dus super handig is aan dit bureau, is dat je hem zelf kan verstellen. Wat ik echt super fijn vind, omdat ik het niet altijd lekker vind om de hele dag achter een bureaustoel te zitten. En om gewoon een beetje die afwisseling te hebben. Het is ook heel goed voor je houding. Dus heel erg chill. En dan heb ik deze hele fijne stoel. Ik zal nog even een ander shot laten zien van hoe de stoel er in zijn geheel uitziet. Maar deze zit ook heel lekker. Ook deze is verstelbaar. Dus dat is heel erg prettig. Je hebt ook verschillende soorten bureaus op Flexispot. Dus als je gaat kijken, hou er dan wel even rekening mee. Je hebt namelijk ook eenzelfde soort bureau. Maar die kan volgens mij ook minder hoog. Minder laag ook. En er kan minder gewicht op. En ik heb daar wel echt op gelet, omdat ik dacht, ja, als er een keertje iemand is die hier een beetje op gaat leunen, of die er eens eventjes op gaat zitten, dan wil ik niet dat mijn bureau meteen instort. En met deze kan dat gelukkig. Het is vandaag dinsdag en ik ben gezellig met mijn ouders, eigenlijk al sinds zondag. Ik ben gezellig met Fleur, die ligt nog lekker op de bank te pitten. En ik ga vandaag samen met mijn moeder shoppen. Ik had al wat dingen besteld, zoals ik jullie had verteld. Maar ja, echt alles heeft vertraging. Dus dat is wel een beetje jammer. Want ja, je bestelt het omdat je het nu wil dragen en niet pas over een maand. Laten we hopen dat het niet zo lang duurt. Ik ga nu nog eventjes werken. En dan ga ik straks lekker naar Rotterdam met mam. Ze is nu nog aan het slapen. Ik hoop dat ze zo wakker wordt. En dan gaan we. Oh, trouwens, kijktip. B&B vol liefde. Waarschijnlijk is het niet nieuw voor jullie. Maar ik vind het zo'n heerlijke serie. Echt gezellig. Kijk lekker weg. En op Prime heb je de serie Chloe. Dat is ook echt een aanrader. Die is wat meer spannend. Ik denk een beetje thriller en drama gecombineerd. Dus als je daarvan houdt, dan zou ik zeggen, check hem eventjes. Bij die papa en die mama eten wij paprika. Osse haas met paprika. Garnels. En kip en osse haas met garnalen. Nou, het ruikt goddelijk. En Fleur is heel jaloers. Hé, Fleur? Ik ben inmiddels weer terug in Amsterdam. Ik heb eigenlijk niet echt gefilmd. Ik heb eigenlijk niet echt gefilmd wat ik heb geshopt met mam. Maar dat ga ik jullie nu eventjes laten zien. Het eerste item is dit topje van de H&M. Ik vind het heel leuk dat die mooi strak zit. Het is echt zo'n classy tanktop. Ik ga jullie eventjes wat lichter zetten. Dan heb ik deze leuke linnen blouse. Hij heeft een mooi beetje een krijtstreepje. En die kan je er dan zo overheen dragen. Ik
Ik weet niet of ik het per se zo zou combineren met dit hemdje, maar het is een beetje streep op streep. I don't know. Maar met een zwart hemdje of een wit hemdje of gewoon een wit shirt is het super leuk. En dan kan je hem zo open laten of je kan hem dicht doen. Dicht is hij ook leuk. En dan op een leuke broek. Zo. Een streep blouse. Of je het goed kan zien. Ik kan je wel vertellen, ik zit erg in de streepjes dit keer. Ook die. Ja, ik vind het gewoon super fijn en leuk om het ergens overheen te dragen. Niet per se bij dit hemdje dus, maar wel onder een licht hemdje. Dit heerlijke topje van de Zara. Die heb ik wat groter genomen, namelijk in een L. En hij heeft echt een heel fijn, zacht stofje. Wederom een streepje. Ja, ook gewoon heel chic. Donkerblauw met wit is het. Ik denk dat je het zo goed kan zien. Het lijkt bijna zwart-wit, maar het is donkerblauw met wit. Ik heb nog één ding. Namelijk een hele leuke pet. En het grappige is, ik wilde hem ongeveer een half jaar geleden al kopen. Maar, wacht, ben ik trouwens scherp? Ja, ik ben scherp. Maar, ik twijfelde toen, ik heb hem niet gekocht. En nu was hij in de uitverkoop met 70% bij de Bijenkorf. Deze te gekke pet. Echt, I love it. Ik heb dus geen enkele pet eigenlijk. Dus ik moest en zou een pet kopen. Ik had laatst een hele bestelling gedaan met allemaal petten en het stond gewoon allemaal niet. Maar deze pet, ja, ik had hem opgedaan toen en ik vond hem al meteen super leuk. En ik had zoiets van, ja, ik weet het toch niet helemaal, maar ik bleef ermee in mijn hoofd zitten. Dat ik dacht, ik moet die pet toch een keertje kopen op een dag. En hij was in uitverkoop. Toen dacht ik, ja, die ga ik maar gewoon kopen. Dan heb ik nog twee andere pakketjes. Hij is wel een beetje apart. Ik heb geen idee hoe ze zijn, maar ik denk wel, wel leuk. Hij heeft dus een soort faux fur bondje met een capuchon. Je hebt dus dit lekkere fur dingetje. Hij is wel see-through, zoals je ziet. Met dat streep hemdje eronder, zie je wel heel erg. En hij heeft wel een capuchon. Ik weet nog niet helemaal wat ik ervan vind. Maar ja, voor dat geld denk ik ook, ja. Wit hemdje of een huidkleurig hemdje eronder. En dan is hij hem leuk. Met wederom een mooie lichte broek. En het is natuurlijk voor in de winter. Want het is nu echt veel te warm. Dus ja, die laat ik even marineren. En dan het tweede item. Het laatste item voor nu. Want ik heb dus ook nog van H&M wat moet komen. De trui. Oh my god. I love it. Ook een beetje zo'nzelfde streepje als ja, dat topje. Alleen dan een trui. Over je schouders dragen. Gewoon zo. Of je doet hem aan. Ja, ik vind hem ook echt super leuk op zo'n, zo'n destroyed spijkerbroek als wat ik nu aan heb. Maar wederom ook op een mooie linnen broek of een witte broek, pantalon. Helemaal leuk. Ik ga nu de vlog editen. En vanavond heb ik een heel leuk feestje met Inoka. Summer Breeze heet het. Het is een beetje een Latin feestje. Ben ik heel erg benieuwd naar. En ik zal natuurlijk ook weer proberen te filmen. Maar dat zien jullie dan in de volgende vlog. Ciao!